Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij de derde video van F1 23. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 3 hier in Azerbeidzjan. Heb je die vorige twee video's gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Ik zet de playlist zometeen rechtsboven in het i'tje neer, dan kan je die allemaal even terugkijken. En het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal en wil je meer wekelijkse F1 23 video's zien, abonneer dan vooral voor dat. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. In de vorige wedstrijd pakten wij weer punten, jazeker, weer punten. We werden daar zevende. Dat was goed om te zien. En moeten we de tijd nu even gaan spenderen met de kalender. Die is ook allemaal opgevuld. We hebben nog wat updates die eraan zitten te komen. We hebben ook een sprint in deze aflevering. Dus hopelijk kunnen wij daar ook punten pakken. We staan er op dit moment goed voor 7 punten in totaal. En hopelijk kunnen we dat dus vandaag weer gaan uitbreiden. Spoelen we de tijd eventjes mooi door. En kijken wat er allemaal binnenkomt. Voornamelijk geld van de sponsoren. Reactietraining is goed gelukt. Evenement van de sponsor is goed gelukt. Power Department Focus is gelukt. Helaas is een aerodynamische upgrade niet gelukt. En 2 van de betrouwbaarheid zijn helaas gefaald. Die moeten wij dus opnieuw gaan bestellen. Wat dus weer extra tijd kost. Dat is nogal jammer. Dat hebben we dus gedaan. Die moeten dus nogmaals op de auto worden geplaatst en kijken of dat goed is gelukt. Voorlopig nu dus geen updates meegenomen in de race. In deze aflevering. Dus we moeten hopen op de volgende wedstrijd. Hebben nog wel even een... wat is het eigenlijk? Geen idee, iets met een deadline. Maar goed, geen probleem. Nu is het lekker door naar de kwalificatie. En dan door naar de sprint. En kijken of dat dan gaat worden. Maar eerst de kwalificatie natuurlijk. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. En het is nog maar de vraag of wij door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht van niet. Ik verwacht ook een moeilijke sprint en hoofdrace. Waarom? We hebben niet de topsnelheid. En kijken of wij hier iets kunnen doen. Die muur was wel heel erg dichtbij. De tweede bocht verloopt niet zo lekker. Beetje onderstuur van de auto. Ook hier weer onderstuur en de muur geraakt, helaas. Daar gaan wij te hard over de curbstone, te vroeg ingestuurd, waardoor onze exit helemaal is verpest. En nu moeten we het hier hebben van de topsnelheid, die nog niet goed is. Dus ik verwacht hier niet zoveel bijzonders van. En op dit moment laten wij een P10 noteren met een 1.46.7. Achter Richard Verschoor nog wel. Q1 zit er alweer bijna op en we staan gewoon op de laatste plek. Moeten een positie zien te heroveren. Minimaal P21. Richard Verschoor is onze directe rivaal. Want ja, het is je teamgenoot. En als we De Vries pakken zou ook wel mooi zijn. Delta is nu in het groen. Een paar duizendste boven onze eigen tijd. Kwalificatie van Q1. Het eerste deel van de kwalificatie zit erop. En wij zijn 19e sneller gegaan. Dat betekent dus een verbetering. Maar de vraag is, waar komen wij te staan?
een P21 pakken Richard Verschoor. Nou, prima gedaan. Hamilton naar P1, Sainz 2 en Leclerc 3. Wij dus op P21. Nu is het door naar de sprint. En kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. World champion Max Verstappen starts from pole position. And starting next to them is George Russell. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Hamilton, Perez, Sainz, Norris, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Stroll, Tsunoda, Albon, Bottas, Oscar Piastri, Joe, Magnussen, Hülkenberg, De Vries, Sargeant, The Professor, Sargeant. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Nou, moeten dus in de sprint een top 10 finish zien te halen. Nou, ik denk dat dat hartstikke lastig gaat worden, dus dat wordt hem dus waarschijnlijk niet. Moeten hem dus vooral het beste van zien te maken in deze sprint. Geen stopper, maar 4 ronde sprint. Hartstikke weinig. Gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Starten op P21 voor Richard Verschoor gelukkig. En komen goed weg. En nu is het vooral de banden en de remmen goed opwarmen. En dan gaan we beginnen voor een hele korte sprint. Maar 4 rondes. Dus ja, dat belooft nogal wat. Kom aan bij de startopstelling. En we komen keurig in onze gridslot terecht. Verschoor sluit ook aan. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Azerbeidzjan. De lampen gaan aan voor 4 rondes racen en ze zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg, maar Verschoor is beter weg. Magnussen al ook al een aantal posities opgeschoven. Kijk, aan de buitenkant van heel veel jongens en dat is P17. Daar zit Bottas aan de buitenkant en Zhou is ook gepasseerd. Duwen hem daar wijd. En dat is P15. Nu is het op naar Alexander Albon en Oscar Piastri. Die zij aan zij gaan op dit rechte stuk. En pakken Albon aan de binnenkant en ook Piastri is gezien. Jazeker, P13 op dit moment. Ronde nummer 2 is het. Als we daar een klein foutje maken en iets te ver doorschieten, dat ziet Piastri. Gat is 15e. En daar helaas de curbstone geraakt. Dat betekent dat Oscar Piastri zometeen een aanval kan doen. Op ons. Gat is 2/10. Wordt alleen maar kleiner. Kan daar helaas niet aanvallen. Probeert het hier wel. Zit klem. En Albon kijkt ook.
Albon aan de binnenkant, DRS beschikbaar gesteld. We remmen wat later en houden die positie. We houden de 13e positie. Goed om te zien. Piastri verdedigt heel scherp naar Zhou toe. En wat kan Alexander Albon hier? Aan de binnenkant, hij is er langs. Wil daar de deur dichtgooien, alleen ja, wij zitten daar nog. Nog steeds is dat P13. En daar, hier is het in één keer druk. Met heel veel mensen die sneller zijn. Albon, Piastri zijn mij gepasseerd. Ook Magnussen passeert mij terug. Drie dik hier in de eerste bocht. Lukt normaal niet. Lukte trouwens toen net ook niet. Krijgen een waarschuwing. En Albon moet daar even op passen. Wij zitten nog steeds op een 13e positie. En Tsunoda is al helemaal weggereden. Gat is 10,5 seconden. Wij moeten nu ERS gaan sparen en zometeen alles geven op dat rechte stuk. Gat naar Magnussen dit keer 18e. En het heren rood in sector 1. Vlag hangt uit. Verstappen wint de sprint hier in Azerbeidzjan. Magnussen kan misschien nog aanvallen. Wij gooien de overtakeknop aan. Wat kan Magnussen nog? Magnussen pakt ons op de streep. En het is helaas een P14. Jammer, jammer, jammer. Wel goed gedaan. En krijgen driver of the day. Dat is wel verdiend. En Verstappen dus pakt 8 punten in de sprint. Russell 2, Hamilton 3, Perez 4, Leclerc 5, Sainz 6, Norris 7 en Ocon 8. Wijders naar P14. En dat wordt ook zometeen onze startopstelling. Verschoor P22. En is het op naar de hoofdrace voor aflevering nummer 3. En kijken wat dat dan gaat worden. Thank you for joining us once again as we get another Formula One Grand Prix underway. Baku City Circuit then, it's an unpredictable 3.7 mile track around the streets of the Azerbaijan capital. 20 turns for our drivers to navigate today, including the infamous Turn 8, one of the tightest and most challenging corners of the season. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. Just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Perez, Leclerc, Sainz, Norris, Ocon, Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Tsunoda, Magnussen, The Professor, Albon, Oscar Piastri, Joe, Hülkenberg, De Vries, Sargeant, Richard Vasseur, Sargeant. Which of these talented drivers will come out on top today? And Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, what's the emotions like down there on the grid in these final stirring moments? Are they excited? Are they nervous? Take us behind the wheel. Now, can I get your take on Max Verstappen? Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position. But are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? Besides that, of course, any kind of turn one incident could completely turn the race on its head. Let's keep our fingers crossed everyone can get through in one piece. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen naar de puntenfinish in de vorige race. Ook hier in de hoofdrace ben ik er bang voor dat wij niet naar de punten kunnen gaan toerijden. We missen gewoon topsnelheid namelijk. En ja, dat is jammer. Extreem jammer. Er zijn niet zoveel rondes te gaan namelijk, maar 13 rondes. Dus een 1 stopper. Medium. Soft is de geplande strategie. En neem wat extra brandstof mee om het harder te kunnen pushen. Dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace hier in Azerbeidzjan. Trek op een P14. Op de mediumband. Ja, dat is dus het doel.
door alle versnellingen heen schakelen. Daar wel een klein momentje over sturen, maar goed, dat geeft niks. Banden zijn nog koud. Hopen dat die zometeen aan het einde van de formatieronde zijn opgewarmd. Dan zijn we inmiddels aangekomen bij het einde van de formatieronde. En kijken of wij ook zometeen een goede start kunnen krijgen. Ook met 2 meter en vanaf, ja zeker, heel goed geparkeerd. En dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace hier in Azerbeidzjan. Aflevering nummer 3 van F1-23. My Team Karemo, het gaat dus beginnen. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Azerbeidzjan. En ze zijn uit en we zijn onderweg, komen beter weg. Tsunoda al heel slecht weg en daar zitten we gelijk aan de binnenkant van de Japanner. Ook Piastri is goed weg, hier 3 dik, lukt dat? Dat lukt, jazeker, een beetje met elkaar stoeien. 4 dik zelfs, omdat ook Albon daar even keek. En wij duwen Albon daar wijd. Het is P12. Goed gedaan. Nu is het op naar Lance Stroll en Pierre Gasly. Wij rijden op de mediumband. Norris en Gasly knokken samen om positie. En Stroll wordt daarmee opgehouden en die vallen we daar aan de binnenkant, jazeker. Goed gedaan. Ditmaal dus P11 in handen. En hier kunnen we helaas niet aanvallen. Het is hier te smal. Onder nummer 3 is het nog steeds op P11 als we daar een foutje maken. En Stroll kan misschien aanvallen voor die P11 zit aan de binnenkant. Maar kan hem daar net niet plaatsen. Omdat hij daar in één keer werd afgeknepen door ons. Het is agressief wat we doen. Maar goed, dat moet ook. Want ja, de rest is gewoon zoveel sneller op dit rechtstuk. De auto's zijn ook vele malen beter dan onze auto. Dus ja, dan moet je eenmaal risico's nemen. We zitten in de 4e ronde van de race. Nog 9 ronden te gaan in de wedstrijd. Gat naar Norris inmiddels opgelopen tot 3,2 seconden. Wordt alsmaar groter en groter. Ronde nummer 5, begin ronde nummer 6 is het. Als dit keer Piastri naar ons is toegereden, waar het dan Stroll? Geen flauw idee. Norris op P10, Piastri met DRS, overtake en slipstream. Zit aan te vallen. Aan de buitenkant lukt niet. We remmen wat later dan de Australiër. Nog steeds is dat P11. En de pitwindow is open en ga naar de zachte band. Dus dat wordt een interessante strategie. Ik ben ook benieuwd wat Alonso en Norris gaan doen. En Piastri zit weer terug aan te vallen bij ons. Aan de binnenkant. En wij kruisen achterlangs terug. En het is nog steeds een 11e positie. Albon op P13 rijdt op die zachte band. Alonso en Norris dus op hard. Seconds. 8,9 seconden is het gat naar Norris. En daar duiken we naar binnen voor onze laatste pitten van de dag. Gaan naar de zachte band. Rijd het op P9. Punt 4 is de pitstop een hele goede pitstop en komen terug op P15. Achter Alexander Albon voor Valtteri Bottas. En Bottas heeft die DRS. Maar kan niet aanvallen. Maar kan wel aanvallen. Bottas deed daar wel een poging. Het lukte daar net niet. Close moment met ons. Geen schade aan de vloer gelukkig. Dat is goed om te zien. Ronde nummer 10 is het als Lance Stroll naar ons is toegereden voor P13. Nog 3 ronden te gaan in de race. Gat is 16e. En wordt nu kleiner en kleiner. 2/10, een 10e inmiddels. En Stroll is er voorbij.
En raken daar per ongeluk Stroll. Niet mijn bedoeling, ik let er even niet op. Nog 2 rondes te gaan in de race. We hebben hier nu DRS, maar een klein beetje ERS maar over. Kijken of wij hier toch nog iets kunnen doen met slipstream. En DRS aan de binnenkant van Stroll. Dat is P13 nog steeds. Op een niet zo'n nette manier pakken wij die positie terug. Maar goed, het is wat het is. 4,3 seconden naar Kevin Magnussen. Herhaling wat Lance Stroll hier ziet. Wordt daar aangetikt door ons. En wij sturen hier heel scherp naar de rechterkant toe. Zodat Stroll de buitenkant moet kiezen. En dat is P14 voor hem. Einde ronde nummer 12 is het als Stroll daar weer opnieuw een aanval probeert te doen. Dicht langs die muur. Hier kan Stroll even helemaal niks. Wordt hier opgesloten door ons. Zit in de laatste ronde van de race. Gaan hier een beetje wijd. En dat ziet Stroll en is er voorbij. Raken daar Stroll zelfs. En wij vallen hem hier weer terug aan. Gaat maar net goed. En dat is nog steeds een P13. Mooi gevecht om helemaal niks. Herhaling dus wat Lance Stroll hier zo meteen net zag gebeuren. Wij verdedigen hier heel slim die binnenkant. En dus gaan wij er nu voor zorgen dat Stroll nergens naartoe kan. Dat hij gewoon vast zit bij ons. Dan gaan we hier veel te wijd. En raken Stroll. Hebben wij hier toch nog wat snelheid gevonden en vallen hem daar aan de binnenkant aan. En Stroll toucheert de muur in de laatste ronde van de race. En Hulkenberg is hem voorbij. Nico Hulkenberg is hem voorbij. Goed gedaan van hem. Hij kan ook nog een bedreiging vormen voor ons. Even afwachten wat er zo meteen gaat gebeuren, want Verstappen wint de wedstrijd in Azerbeidzjan. Weer een Red Bull op het hoogste treetje van het podium. Dominant seizoen voor de Oostenrijkse jongens. En daar zit Nico Hulkenberg te kijken voor een aanval voor P13. Wat kan Lance Stroll nog? We moeten hier echt alles gaan geven. Blokkeren, Hulkenberg kan er niet langs. Voor P13. En daar zit Stroll. Maar wij houden beide rijders achter ons. P13, een plekje hoger dan bij de sprint. Knap gedaan, meer is het niet. En het op naar de volgende wedstrijd. As they climb out of the car, the Red Bull team are ready and waiting to celebrate a thoroughly deserved win. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work, and they should be proud of the victory they've secured here. Nou, hier ben dan de uitslag van de wedstrijd. Verstappen wint ook de hoofdrace. Hamilton op P2, Perez op P3, Russell 4, Leclerc 5, Ocon 6, Norris 7, Gasly 8. Zeg ik dat goed? Nee, Norris 8, Gasly 7, Alonso 10, Alonso 9 en Sainz op P10. Wij dus op P13.
Helaas. Wel goed gedaan. Dan is wel goed teruggeknokt. Maar goed, het is wat het is. Team Acclaim dus. Level 7 zijn wij nu. Zie ik. Jazeker. Level 5 dus. Onszelf verschoren dus nog level 7 ook. Helaas hebben wij van de hoofdsponsor niet het doel behaald. 1 WK-punt gescoord. Niet van gekomen. 20k misgelopen door mijzelf. In totaal op de bank $688.000. Kunnen we niet zoveel mee. We moeten nog even sparen totdat we weer faciliteiten kunnen gaan aanschaffen. En de auto alleen maar beter en beter wordt. Maar goed, ik ga alweer de derde video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom je dit leuk vond. Ben je nu op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23 My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook het belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Gianan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.